Opnieuw welkom in Almería. Ik zit nog steeds op een F900, maar zat ik in de vorige video op een R, zit ik nu op de XR. Nou, wat houdt die X dan in? Grote kuipenwerk, langere veerwegen, totaal andere zithouding, breder stuur. Voelt totaal anders aan. Maar of het ook echt anders rijdt, ik ben erg benieuwd. Hey. Ja, ik moet zeggen, dit bevalt me wel. Ik word hier echt een stuk blijer van. Misschien kun je het ook wel aan me zien, maar dit is echt een hele leuke machine om te rijden. Ik zit er beter op. Voor mijn gevoel stuurt het wat beter. De vering is wat comfortabeler. Je hebt lekker een verstelbaar ruitje. Ja, het is echt een wereld van verschil met de R die ik zo net heb gereden. BMW biedt ook deze XR met verschillende zadels aan. Volgens mij 6 of 5. Ik heb nu het op 1 na hoogste zadel. Nou, ik ben 1,90 meter en je zult zien. Ik kan hier gewoon goed op zitten eigenlijk. De hoek van mijn knieën is echt prima. Afstand tot de stuur is lekker. Ik kan bovendien ook nog wat naar achteren verschuiven. Breed stuur. En als je hier dan ziet, dan zie je eigenlijk hoe compleet deze motor is. Of hoe compleet je hem kunt uitrusten met alle mogelijke opties. Cruise controle, tractiecontrole is zo uit te schakelen met een druk op de knop. Elektronische vering tijdens het rijden aan te passen. Sleutelloos contactsysteem. Nou, dat TFT dashboard waar ik al genoeg over heb verteld. Een verstelbaar ruitje, handverwarming, rijmodi, het zit er allemaal op. Zelfs een SOS-knop die automatisch 112 belt als je crasht. Ja, dat maakt deze XR toch wel een echte XR, moet ik zeggen. De 15,5 liter tank is absoluut een verbeterpunt ten opzichte van de R, die maar 13,5 liter aan boord heeft. Dan vind ik 13,5 liter heel weinig en ik vind eigenlijk 15,5 liter ook nog niet zo heel veel. Zeker niet op zo'n XR met allerlei comfort aan boord waar je eigenlijk gewoon lekker kilometers mee wil maken. Had wat mij betreft die benzinetank wel wat groter mogen zijn. In de video over de F900R heb ik je al even wat laten zien over hoe de adaptieve bochtenverlichting werkt. Nou, hier werkt het iets anders bij de XR. Hier heb je weer reflectoren waar LEDs voor worden geplaatst. En die zitten gewoon hier, iets anders. En die bewegen gewoon eigenlijk met de motor mee. Dus waar je bij de R in tegenovergestelde richting werd geschenen, is dat hier gewoon anders. Wat ook wel leuk is om te laten zien, kijk, dit is nou eigenlijk wat je dagrijverlichting noemt, daytime running lights, et cetera. Je hebt hier eigenlijk gewoon een kunststoffen buis en een LED-lampje. En die schijnt hier naar binnen, waardoor die hele buis wordt verlicht. En als het in elkaar zit, ja, dat zie je eigenlijk hier hoe het werkt, dan loopt hier die kunststofbuis die wordt verlicht, doordat hier dus een LED-lamp wordt aangesloten. Dus het is niet zo dat je een hele rij van honderden LED'jes hebt, nee, het is er eigenlijk maar eentje die aan de achterkant naar binnen schijnt, waardoor dit helemaal oplicht. Nog een vergelijk met de R, dat is de andere vering die hierop zit. Eigenlijk een beetje dezelfde veeronderdelen, maar de veerwegen zijn beduidend groter geworden. Nou, dat merk je heel goed. Meer comfort, maar hij voelt wat mij betreft ook gewoon meer in balans. Als je instuurt of in de bocht een hobbel tegenkomt, voel je weinig trek in het stuur. En waar ik bij de R uitlegde dat je eigenlijk lekker rustig en glooiend moet sturen, kun je hiermee toch iets aanvallender rijden. Ik ga zeker niet zeggen dat het echt een scheermes is, maar als je gewoon een mooi vlot tempo hebt, is die heerlijk in balans. Banden. Ook deze XR heeft een 180 achterband. Maar BMW is overgestapt van Bridgestone naar de Michelin Road 5 GT. Echte GT-banden dus, redelijk geënt op kilometers. Maar ik moet zeggen, voelt goed en past ook wel echt bij deze machine. Geschikt om kilometers te maken, maar ook absoluut niet bang om een stevig potje te sturen. Opvallend, hè, als ik het over het motorblok heb, dat eigenlijk hetzelfde is als in de R, exact, zelfs qua eindoverbrenging, dus de tandwielen zijn precies hetzelfde, is dat de beleving aan boord toch een tikkeltje anders is. En dat heeft volgens mij te maken met het andere inlaatgeluid. Bij de R zit je echt bovenop de luchthappers en hier is het allemaal wat meer weggewerkt. Dus het inlaatgeluid is net iets doffer dan bij de R. Maar die 270 graden krukas blijft gewoon heel lekker, biedt een beetje een speels karakter. Het blok is ook behoorlijk soepel, is door een groot toerenbereik te rijden. Je kunt in zijn 5 kun je hem rustig afknijpen tot 45-50 km per uur. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet verkeerd. Nou, als ik deze XR uiteindelijk concluderend eens vergelijk met de R, dan word ik hier dus echt blijer van. Dat heb ik net al gezegd. Deze fiets voelt meer compleet. De balans is gewoon net wat lekkerder. De veerwegen zijn wat langer. Je zit beter. De windbescherming is beter, maar hij stuurt ook net wat overtuigender. Dat komt denk ik ook gewoon omdat die vering setup wat anders is. Ja, ik vind dit echt
Een goede machine die echt voldoet aan mijn verwachtingen die ik vooraf had. Als je me dan vraagt om hem eens met de concurrentie te vergelijken, ja, dat vind ik wel een moeilijke. Maar ik denk dat de BMW zich sowieso onderscheidt qua alle opties en luxe aan boord. Van cruisecontrole tot elektronische vering, SOS-knop, rijmodi, etc. Hij is gewoon helemaal af, mits je bereid bent om nog eens de portemonnee te trekken voor al die opties. Want standaard is die natuurlijk ook al een paar duizend euro duurder dan de R dat is. Meer video's van motor.nl zien? Klik dan op één van deze video's en abonneer je meteen op ons kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.